Redouane, afgelopen zaterdag een belangrijke overwinning bij AZA. Waar onder andere jij een heel mooi doelpunt maakte. Hoe heb jij deze week de reacties ontvangen? Waren dat te veel bijvoorbeeld? Ja, dat waren er wel veel. Toen die op de account van Tweede Divisie kwam op Instagram, toen ging het wel snel. Ja, dan heb ik aardig wat reacties binnengekregen. Wat ik wel aardig en wat ik echt leuk vond. Ja, wat zeiden de mensen allemaal tegen je? Messi dit, Messi dat, Messi van de Waterweg, supermooi doelpunt, genoten van je en door blijven gaan. Veel motivatie berichtjes ook gekregen en dat doet me goed. Ja, want de wedstrijd tegen AZA was één die gewonnen moest worden om in ieder geval aansluiting te houden bij aansluiting te krijgen bij de middenmoot. Ja, zo'n doelpunt dat geeft niet alleen jou, maar denk het hele team een boost, want het zag er echt perfect uit. Ja, maar als je afgelopen tijd naar onze voetbal kijkt, dan is het altijd wel bijna mooi tegen elke club die we hebben gespeeld. Ik denk dat de AHC Hardenberg alleen nog wat minder was. Maar voor de rest vonden wij met z'n allen ook dat wij supergoed voetbalden. Alleen ja, het werd natuurlijk niet beloond. Het kwam tot de 16 en er was niet echt iemand die iets afmaakte. Maar als je dan zo'n doelpunt maakt, ja, dat geeft iedereen een kick. Happy ook, die maakt een actie. Die maakt bijna het doelpunt van het jaar. Niet eens het doelpunt van de week. Dus ja, wij spelen sowieso mooi voetbal. En dan als zo'n doelpunt eruit komt, dan is dat gewoon typisch Excelsior Sluis. Dat zei de trainer ook al. Dat is gewoon ons ding, hoe wij voetballen. En dan is het denk ik wel zuur dat het dan toch nog spannend wordt, wat het eigenlijk helemaal niet had hoeven worden. En dat is dus wat we ons moeten verwijten, dat we toch nog die tegendoelpunten krijgen. Gelukkig wel gewoon gewonnen. Dat is sowieso wel, dat was ons doel ook. We komen daar om te winnen, of het nou met 5-4 is. Of met 4-3. We moeten ons proberen te realiseren dat we ook geen tegendoelpunten moeten krijgen. En dat we gewoon proberen gewoon een of andere 2-0, 3-0, 4-0 proberen te maken. En gewoon de nood te houden. En we krijgen ook aardig veel vrije trappen tegen. En daar zijn we nu ook volop aan het trainen. Dus dat komt wel goed. Komende zaterdag komt de Kozakke Boys op bezoek. Dat is een tegenstander waar Excelsior nog een appeltje mee heeft te schillen als je terugkijkt naar de heenwedstrijd. Ja, Kozakke Boys is een goede ploeg. Er is natuurlijk altijd spanning tussen Excelsior Sluis en Kozakke Boys. Maar ik denk dat wij wel ready zijn. Zo voelen wij ons ook, ik persoonlijk ook. Maar ik voel dat wel het team ook wel gewoon echt appeltje met ze te schillen hebben. Ik ben er wel klaar voor. Ik denk de rest ook. Ja. De wedstrijd in Werkendam, die werd toch wel redelijk ongelukkig, als ik het zo kan omschrijven, verloren uiteindelijk. Wat weet jij nog van die wedstrijd? Niet veel meer, want ik was echt teleurgesteld na die wedstrijd. Ik wou ook alles verwijderen gelijk uit mijn hoofd van die wedstrijd. Maar ik weet wel dat ze met hoge backs op spelen en aardig snelle backs hebben. En nu ik hoor dat Drenthe er ook speelt, dus dat wordt ook nog wel even een dingetje. Maar wij, zoals ik al zeg, wij zijn voorbereid. We hebben ook super goede spelers, we hebben ook goede backs. Dus het wordt een mooi potje. Ja. Kozakke Boys heeft in 2020, dus de afgelopen wedstrijden, nog niet verloren. Gaat Excelsior de eerste nederlaag aan Kozakke Boys toedienen? Ja.